Hallo, ik ben Melissa Borgers, ik ben entertainer bij Technopolis. En dat houdt eigenlijk in dat ik shows en demos geef, workshops aan bezoekers, kinderen, jongeren, volwassenen. Maar wij gaan ook naar scholen, wij geven daar ook workshops, demos en shows. Evenementen kunnen ons ook boeken om dingen te komen doen, maar alles natuurlijk in het teken van wetenschap en technologie. Wij doen heel veel workshops en shows en eigenlijk proberen wij alles wat we nieuw ontwikkelen stemmig te maken. Dus dat wil zeggen dat we rekening houden met het stemgebeuren en ons volledig aanbod draait rond drie dingen. Dat is eigenlijk fascinate, dus de mensen gaan fascineren met dingen. Skill, dus iets gaan leren. Of hack, en dat is eigenlijk hetgeen wat ze al kunnen gaan gebruiken op andere manieren of dingen gaan beter maken. En op die drie dingen proberen wij in te zetten, maar voornamelijk op de fascinate en de skill. Door workshops te geven die stemmig zijn, zoals bijvoorbeeld op scholen gaan wij een Spike-workshop geven van Lego, waar ze gaan leren engineeren. Of een Amélie-workshop, dat is een labo, waar ze eigenlijk door onderzoek op plastics te doen, gaan ontdekken wie de ontvoerder is van Amélie die dat vermist is. Dat heeft volledig te maken met plastics en ze gaan heel veel proefjes doen op die plastics om te gaan ontdekken wie het nu juist heeft gedaan. Dat zijn twee voorbeelden van stemmige workshops die wij hier gaan geven. Wij proberen onze shows ook stem te maken of stemmig te maken, zoals we dat hier durven zeggen. En dat is eigenlijk dat we technieken of materialen gaan gebruiken in onze shows die wel met stem te maken hebben. Dat is natuurlijk een andere manier van stem gebruiken dan in een workshop. In een workshop ga je echt stem kunnen toepassen, samenwerken, gaan open-ended werken. Maar in een show gaat dat niet zo gemakkelijk, maar we kunnen daar wel technieken gaan gebruiken van stem of die ontwikkeld zijn door stemmig te denken. En op die manier proberen we dat eigenlijk in alles wat we doen te integreren. De workshops die wij hier eigenlijk doen voor het secundair onderwijs die stem zijn, dat is de Lego Spike en de Amélie workshop, waar ik het daar straks al eens over had, maar ook de custom game controller bouwen met Arduino. Het gaat eigenlijk een kleine besturing maken voor een spelletje te spelen op een computer. En ook de prototyping workshop. En het woord prototyping is geen onbekende in stem natuurlijk, dat draait volledig over, er wordt een probleem gesteld. De leerlingen gaan zelf een antwoord moeten zoeken, gaan zelf een oplossing moeten zoeken en dat dan ook prototypen. Dus gaan bouwen in karton met allemaal spullen om te zien of hun idee zou werken. Wij als entertainer weten nog niet wat er op dat moment als oplossing gaat komen. Dus wij gaan samen met de leerlingen aan de slag om die dingen te gaan bouwen op een bepaalde tijd dat ze daarvoor krijgen. Dus we hebben daar straks de Lego Spike gedaan en daar ga je eigenlijk een basismodel bouwen. Iedereen bouwt hetzelfde, we gaan dat dan testen, we gaan dat programmeren. En daarna krijg je een uitdaging. De uitdaging daar straks die was om zo snel mogelijk aan de overkant te geraken. Wat gaan ze daar eigenlijk doen? Ze gaan engineeren. Ze gaan nadenken over hoe kan ik er nu voor zorgen dat mijn robot het snelst aan de overkant is. Extraatje dat ik had ingestoken, een extra moeilijkheid, ze mochten geen wielen gebruiken. Wat het natuurlijk wel extra moeilijk maakt, maar wel een leuke uitdaging om eens goed over na te denken. Waarom vind ik stem belangrijk? Dat is omdat we jongere kinderen, maar ook volwassenen kunnen gaan inspireren om aan stem te doen, meer wetenschap, meer interesse daarin te tonen en op die manier ook hun keuzes gaan maken in wat ze gaan studeren. Want de beroepen van nu, die gaan binnen zoveel jaar niet meer bestaan. Dus jongeren gaan nu iets studeren wat ze misschien niet hun hele leven lang gaan doen. En alle skills die ze nu leren in een stemonderwijs, die gaan ze kunnen gebruiken om in hun latere leven eigenlijk aan de slag te kunnen. En daarom vind ik stem wel heel belangrijk. Wat ik ook voor leerkrachten dan heel belangrijk vind, is dat de meeste stemopdrachten redelijk laagdrempelig zijn. Dat je die naar je eigen kunnen kan doen, zoals onze Spike workshop. Elke tafel kan op zijn eigen niveau werken. Je bent niet met elkaar bezig, je bent met je eigen project bezig en als leerkracht kan je heel goed gaan differentiëren. Sterkere leerlingen kunnen moeilijkere opdrachten krijgen en minder sterke leerlingen die kan je iets trager laten gaan zonder dat dat echt een probleem is. En dat vind ik wel een heel goed ding aan stemonderwijs.